Ik ben Rob van den Broek van Taste & More. Wij hebben een cateringbedrijf met diverse eigen locaties waar we overal allerlei soorten soep serveren. Nou, soep is eigenlijk een heel relatief makkelijk product om te bereiden. Margetechnisch ook ja, super interessant natuurlijk. Alleen wij merken heel erg in onze keuken, ook met onze chefs, dat soms de creativiteit een klein beetje achterblijft. Toch als je de soepen wat verrassender maakt, wat spannender maakt, dat mensen het toch vaker kiezen. Soup Around the World is een heel mooi boek. Hè? Daar kun je gewoon lekker doorheen bladeren. Er staan allemaal inspirerende recepten in. Unilever Food Solutions werkt met eigen chefs in alle werelddelen die overal hun specialiteiten hebben gepakt. Dus ja, ik denk dat we echt een topper hebben met Soup Around the World. Mijn favoriete soep uit het boek is de Mexicaanse tomatenbonensoep. In 4-5 stappen kun je een heerlijke soep maken. Je begint met de knor tomatensoep, echt gewoon de basis. Er gaan een aantal producten gaan daarbij. Er gaat wat chorizo doorheen, er gaan kidney beans doorheen. Lekker wat koriander, wat blue-end cuisine, waarmee je echt gewoon een hele lekkere soep maakt. Je kunt er ook nog een eigen twist aan toevoegen. Ik heb wat rode paprika gesneden, omdat ik het heel lekker vind om nog net eventjes een krokantje extra aan die soep toe te voegen. En nu wij weer met zo'n boek aan de slag zijn, creatievere soepen maken, merken wij gewoon dat er weer steeds meer soep wordt gegeten en dat gasten er echt voor terugkomen en er echt om vragen om die soepen.